Hallo, Bank, je zit bij Rico Serpent Gameplay. Welkom bij een nieuwe aflevering van The Stanley Parable. Ik heb opgezocht, er zijn nog 3 eindes, we gaan ze nu alle 3 doen. Er is nog 1 einde waarin je de console opent. Je kan de console bark tikken, wat we ooit al gevonden hadden in de whiteboard room. Daardoor ga je piepgeluidjes maken en je kan iets van een cheat invoeren voor een extra einde. Ik heb de 3 eindes opgezocht, we gaan ze deze aflevering proberen te halen. Er is 1 einde, moet je gewoon de deur dicht doen, als het goed is. Dit schijnt een einde te zijn. Dit is het einde. Ja, precies. Het zou toch heel erg zijn. Helemaal mee eens. Precies. I can be happy forever. I will be happy. Wat mooi. Wat mooi. Stanley wachtte. Hours passed. Then days. Gewoon wachten. We wachten. He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Ik heb trouwens nog een einde. Dat ga ik zo meteen vertellen als opa klaar is met praten. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told. Oeh, iemand gaat met me praten. Wat spannend. Heb ik geen eten nodig? Nee? Now it's geen eten. Closer. Here it comes. Oh, wat mooi. Dat was hem. Oké. Ik had dus gezegd van, weten jullie nog, die baby? Aflevering 2 was dat, geloof ik. Hé, hey, wat is dit nou weer voor raars, jongens? To the meeting room, perhaps you had simply missed a memo. Wat ik dus zei, de babykamer. Blijkbaar als je dus rond de 4 minuten lang gaat rondkutten met die baby, komt er een hondje bij. En die valt in een bak met piranha's. Heel casual, zo van. En dan moet je zeg maar iedere keer heen en weer lopen van de knop tussen de baby en de hond. En dat lukt je net aan. Als je dat 4 uur doet. Ik heb het eigenlijk filmpje niet eens afgekeken. Maar dan krijg je een speciaal einde. Als je 4 uur lang de baby doet. En dan gaat hij helemaal grapjes over je maken. Van ja, stel, je bent nu een circusattractie. Je bent de man die de hele dag knoppen drukt. En dan komen mensen naar je kijken. En bla bla bla. Hij staat op YouTube. Als je gewoon even de Stanley Parable 4-hour baby ending kan doen. Dan vindt, dan lukt het je wel. Ik geloof dat we hier naar binnen. Kut, ik wil eruit. Ik wil eruit. Ik wil eruit, jongens. Wat was die code ook alweer? 58 5482, iets in die richting was het. Dat is niet goed. Nou, als we daar weer het ding openen, ik ga weer weg uit die kamer, want je kan maar weer terug naar het begin van het level en daar is ook nog een einde. Wie de fuck verzint dit soort dingen? 2845. Hotsflotsen. Nou. Als het goed is, hoort deze deur ook weer open te gaan, tenminste, dat is de bedoeling. Amazing. He stepped into the newly opened. Ik wil de deur in. Nou, we hebben zo nog een einde hier zo, dus dan doen we dat einde nu, weet je. Dan fixen we die shit. Gewoon doen wat het spel zegt. Dat doen we momenteel, jongens. Wie had dit geloofd? Weet je nog dat namelijk op het einde van het spel bij een keuze kwam? Ik kon een grote machine aanzetten en uit. We hebben hem uitgezet en toen gingen we naar de buitenwereld. Dat is eigenlijk het echte einde, volgens mij. Het buiteinde. Ik weet niet, je weet niet echt wat het echte einde is. Deze game is zo'n fist fucking the mindfuck. Ik had deze liever als laatste gedaan, aangezien dit nog wel een leuk einde is. Maar ja, het leven zit niet altijd mee. Soms zit het tegen. Ik vind dat op deze facecam mijn ogen heel raar blauw zijn en kijk vaak naar mezelf. Ik heb opeens gigantisch blauwe ogen. Ik weet niet, valt als jullie ook op? Ben ik gewoon gek aan het worden? Heb ik gewoon hele mooie blauwe ogen? Het zijn van al die dingen. To question the nature of his job. Kijk, een mooi lichtbolletje. Ja, ja, wat hij zegt. Voilà. Yay! Rennen, Robert! Ren je rot. Ren je zot. Ren door de fabrieken in een grot. Minecraft facility. Oh nee, dan moet ik weer op knoppen drukken zeker. Oh, dat duurt nog maar eventjes. Ja, dit is best wel een lang einde in principe. Laten we op de knop drukken. Boom! Nou, dat heb je nog nooit eerder gezien eigenlijk. Nee. Lopen! Oh, ben ik goed. Ik loop meteen door. Wat een snelheid zit hierin, jongens. Snelheid, vastberadenheid en kaaschips. Ik heb fucking veel zin in Doritos. Kijker, die dit nu kijkt. Breng mij een Dorito. En ik geef jou mijn liefde! Nee, serieus, ik heb fucking veel zin in Doritos. Ik heb alleen energy drink met fucking veel vitamine B. Serieus, weet je, in 100 ml energy drank zit. Even kijken hoor. Welke, vitamine B2? Vitamine B6. 40% van je ADH. Niet ADHD, nee, ADH. Aangeraden dagelijkse hoeveelheid.
40%. Denk je, nou oké, 40%. Maar dan denk je, wacht. Zo'n blik is motherfucking 568 milliliter. Oftewel zeker 5 keer 100 milliliter. Oftewel 200% van je aangeraden dagelijkse hoeveelheid. Dat is best veel. Wat zegt dat? Dat is de minimale, de maximale waarde, of minimaal, waarna een stof schadelijk gaat worden. We testen gewoon een dier, bijvoorbeeld een muis van een kilo, spuit ze helemaal vol. Het gaat per kilo trouwens, volgens mij. Volgens mij, ADH is hoeveel je moet opnemen, mag je opnemen per kilo, I don't know. Het komt erom dat je er heel veel van mag innemen als het goed is. Ik weet niet meer precies hoe het met kilo's werkt. Dit gaat zo meteen een rol spelen, want daar hebben we normaal natuurlijk helemaal geen last van gehad. Wat kun je doen? Content. Ja, ik kan deze tekst wel lezen, maar dat hebben jullie natuurlijk allemaal al een keer gezien. Even kijken hoor. Mind control status offline. Ja, waarom heb ik die überhaupt gewoon uitgezet? Waarom had ik de mind control niet aangezet? Dat is toch een stuk leuker, kom op. Wat is mental control? Oh, echt waar? Haha, sukkel open! Misschien? Ja. Loading, mind control systems. Kijk, dit ziet er goed uit. Dit belooft veel goed. Nou, dankjewel. Ik geloof er de ballen van. Kijk hoe groot dat ding is dan. Ik ga ze echt niet uitzetten. If you want to throw my story off track, you're going to have to do. Nou, ik doe mijn best. Ik doe mijn best. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent. Pertinent. Stanley suddenly realized he had just initiated the emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification. Okay. Nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire. Oftewel, alles gaat kapot. 2 minuten. Nou, is goed. Ah, joh, boeien. Time to shine. Shine, people let your light shine. And the answer is just a simple song. Het schijnt dat je iets gaat doen met knoppen. Deze knop. Wat? Ik snap het nu al niet. Incorrect. Wat? Huh? Ja? Moet ik een knop zoeken met een 2 erop? Ik kan een knop zoeken met een 2 erop, een paarse knop. Paarse knop met een 2 erop. Paarse knop met een 2 erop. En paarse knop met een paarse 2. Daar zit het echt wel mee. Ik zie opeens sowieso nergens paarse knoppen, dus dat gaat niet goed, jongens. Oh, een 5. Perfect. Soms als ik het I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Ja, ik heb nog steeds dat ding met een 2 erop, maar die is nergens. Misschien bestaat die knop wel helemaal niet, dat vind ik wel eens voor dit spel namelijk. Ik had tenminste in, op YouTube werd in ieder geval gezegd al. Oh, nee! Ik dacht dat ik het einde had gevonden, verdorie. Nee, er stond al ergens dat deze puzzel helemaal niet te halen was in ieder geval. Maar je hebt wel lampjes, dit suggereert wel van, hey, je kan iets goed doen, weet je wel. Maar 34 seconden? Nee, ik geniet ook, man. Hartstikke leuk. Extra tijd? Hoeveel? Een uur? Nee. Oh, hij geeft me een minuut. Ik dacht al, geeft hij me een heel uur. Ja. Ja, waarschijnlijk is er helemaal niks om het uit te zetten, nee. Screen to screen. Kijk, deze knop met een 4 erop. Dit is zo troll, want je kan, waarschijnlijk kun je helemaal niks tegen doen. En ze denkt dat, oh, wat is dit voor een rare puzzel, maar nee, het kan maar niks. Nee. Do you have any idea what your purpose is? Nou, een beetje derpen. Derpy. Stanley. Lach me nou niet uit, man. Respect. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away. Nou, dat is lief.
You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. Ik ga binnen naar de grote klok. Oh, grote klok. Tik tok, tik tok. Zoals Kesha ooit heel mooi zei. Goodbye. Oh nee, vaarwel. Werknemer 472. That's 30 seconds you have left. Oh nee. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here. Just you being blown to pieces. Oh verdorie. Or will you let it go peacefully? Nee. Another choice. Nou, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dat was redelijk abrupt. Zou het echt zo zijn als je omkomt in een explosie en poof, dood? Dat zou best wel fijn zijn. In plaats van dat je brandt en auw, het is nogal warm hier. Oh, we zijn er weer. Alsof er niks aan het handje is. Helemaal niks aan het handje. Helemaal niks. Was er nou ook... Nee. Ik ga mijn eigen deur weer dicht. Haha. In ieder geval, niet bedankt voor het kijken van deze aflevering, want er is nog één einde wat we moeten doen. Voor mij is ook een einde met een deur, alleen dan moet je echt hele gesprekken horen die heel zachtjes staan zonder ondertiteling. Is het de moeite nog wel waard? Nee. Ik vind als we dit laatste einde doen, dat we dan klaar zijn, maar het schijnt een heel saai einde te zijn. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar het schijnt heel saai te zijn in ieder geval. Ja, wanneer de verteller aan Rick's ballen zoog, kwam hij erachter dat het best lekker was. En dat hij gay was. Oh, je bent gedist, bro. Je bent gedist. Stanley decided to go up his boss's office. Office. Maar allemaal deuren gaan dicht zeker. Hoe de fuck moet ik dan ooit? Hoe moet ik dan ooit terug? Oh ja, de wc. Haha, leuke wc. Leuke wc, avonturen. Ik wil graag terug naar die escape pod, maar dat kan dus helemaal niet eigenlijk, toch? Of wel? Anders zou ik het even op moeten zoeken hoor. Dus moet ik deze kant even op. Hallo. Jongens, die in een lift. Daar ben ik ook al een keer geweest met jullie. Er is niet echt wat nieuws of zo aan de horizon. Huh? Nee, toch niet. Haha. Even kijken naar het begin. Kijken of het er nu is. Oh, die deur gaat niet meer dicht. Nou, dan ga ik even opzoeken hoe dit werkt, jongens. Dan ben ik zo meteen terug. Tot zo. Oké, jongens. We gaan nu het laatste einde doen. Ik heb het misschien al net verteld. Ik weet niet of ik het net heb verteld. Want ik heb ook een stukje opnieuw opgenomen. Er is nog een einde waar je dus 4 uur lang de baby doet. En er is een einde met een room. Alleen die werkt bij mij niet. Die werkt gewoon niet mee. En wat je hier dus moet doen, is moet proberen. Nee. Je moet proberen dat de deuren dicht gaan. Van de office, maar jij moet zeg maar de... Kut! Het is me gelukt! Hehehe, hij zei stepping into it, dus viel die stem om het weg. Die opa weet gewoon... Rick heeft gewonnen. Rick gaat terug. Terug naar zijn originen. Dan zijn de origins en hij gaat terug naar de escape pod, zoals dit einde heet. En dat is dan het einde van de eindes, want dan hebben we alle eindes. Tenminste, alle eindes die mij boeien. Voor mij is hier trouwens nog een einde als je heel lang in deze room blijft. Maar het is niet echt een einde, het is meer zo'n dialoog net als in... dat heet de whiteboard room. Ik dacht dat ze daarmee de whiteboard room bedoelen, maar bij de whiteboard room natuurlijk al gehad. Dat was hier in een room met die command van Bark, weet je wel, die. Ja, dat is een goeie. Goeie shit. Nou, als het goed is, we moeten terug naar ons eigen kantoortje. Ons bloed eigen kantoortje. Even kijken, deze kant op. Ja, ik ga helemaal goed. Ik ben zo lekker fris, ik ben zo lekker anders. Ik ben zo lekker anders, lekker fris. Ik hou van bruin, ik hou van wit. Ik hou van brood waar fris op zit. Kom ik daar, ben ik daar serieus langs? Wat? En wat ik dan op tafel zet. Lekker fris, een sandwich bread. Ben ik de enige die dat doet of zetten meer mensen op tafel? Ik ben geen idee waar ik momenteel heen moet, hier kom ik er niet uit. Nee. Waarom mag ik niet verder spel? Het is voor duivelse praktijk. Na veel bloed, zweet en tranen is de deur open. We gaan naar de escape pod. En dat is het laatste einde. Tenminste, het einde waar ik de serie afkap. Want ik ga niet het 4 uur baby einde voor jullie halen. Spijt me, ik heb heel veel voor jullie over. Maar 4 uur. Het probleem is dat je kan niet gewoon een clickbot instellen. Als je alleen de knop moest drukken, had het gekund. Maar nu moet je dus van de ene knop naar de andere knop lopen. Of je moet 4 uur lang gefocust het spel spelen. Het moet serieus gefocust. Als je niet gefocust doet, ga je het niet halen. Geloof me. Escape. Pot B, floor 760. Oké, dan moet ik even wat floors op. Kan ik hier nog wat doen? Nee. Nou, oké, dan heb ik niet zoveel keus, geloof ik. Dat is nou even een potje jammer. La 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 la. Ik hoop tenminste dat jullie de serie een beetje leuk vonden, maar vast bij deze. Ik
hoop dat jullie net zoveel genoten hebben als ik. Ik heb best veel genoten. En jullie hopelijk ook. Het gaat nog goed. Het is een beetje donker, maar het gaat nog goed. Ik heb in ieder geval heel erg naar mijn zin gehad. Het zijn 5 afleveringen geworden. Dat klinkt niet zoveel, maar het komt natuurlijk door de XXL Game Plus. Die was, waren er 8 afleveringen waarschijnlijk. Het is best veel afleveringen. Ik zie serieus geen bal, dus ga niet zeggen dat je niks ziet. Ik zie namelijk zelf ook geen NFL. We zijn trouwens bijna boven. We moeten naar 67. En daar zijn wij bijna, dames en heren. Koeken en peren. Als je dus die andere eindes wil, baby, 4 uur baby einde en de 430 kamer einde, moet je dat zeker doen. Er zijn nog een cheat einde. Er zijn vast nog meer eindes die gewoon nog ontdekt moeten worden. Ik zou me niks verbazen voor deze games. Als er zo bijvoorbeeld het einde dat we hadden dat je uit het raam moest klimmen. Zo van, wie de fuck verzint dat? Dat je uit de map gaat glitchen dat het gewoon een einde is dat bij de game hoort. Of zoals nu met die deur. Dat je terug moet glitchen met die deur. Dat is gewoon fucking moeilijk. Het zegt dat ik het bewust doe en zelfs de helft van de tijd lukt het me niet. Dat bedenk je niet. Escape Pod Launch Bay. Ja, daar gaat de goede kant op. Daar gaat de goede kant op. Hallo? Ik ga nog de goede kant op. Ik ga zo een beetje in mijn richting aan. Ik heb echt het gevoel dat ik dood ga vallen hier. Gaat niet goed, jongens. Deze oneindigheid en shit. Oh, daar is Escape Pod. Wat mooi. We gaan ontsnappen, jongens. Ik heb geen idee waarheen, maar we gaan ontsnappen. En de ontsnapping leidt naar... Precies geen idee wat gaat gebeuren. Wordt dan serieus gewoon gereset. Wauw. Ik stel even voor dat we baby einde met het hondje gaan doen. Gewoon omdat het kan. Gewoon jullie willen allemaal zien hoe het hondje eruit ziet. En ten tweede, ik vind het gewoon moeilijk om afscheid te nemen van deze serie. Ik heb het echt naar mijn zin gehad. Het is echt een van de betere games die ik gespeeld heb. Vooral, het is zo'n lekkere hersenkietel, weet je. Het is geen game waar je al te hard bij nadenkt. Je geniet gewoon een beetje, lachen een beetje om de grapjes. En het moet ook wel eens kunnen in een game. Ik voelde weer een beetje het gevoel dat ik had toen Portal speelde. Ik voelde me... mentaal uitgedaagd op de game, zo je zegt van, ik ben slimmer dan jij, Rick. En je ziet van, nee, game. Alleen deze keer heeft de game gewonnen in plaats van ik, van de game. Zoals bij Portal. Dus ja, de Stanley Parable, ik heb wel genoten. Jullie eens kijken hopelijk ook, vooral op Minecraft-stukje, toen iedereen met haar maar hele harde pikkies, dat zag ik wel, hoor. In de reacties. Ik heb thuis het rood iets hier. Ik heb geen idee wat het is. Het is geen zuigzoen of zo, want ik heb wie zijn maar weer een zuigzoen geven. Laten we eerlijk zijn. Bloemen, ja, kan ik zo een zuigzoen geven? Nee, dat kan niet eens. Dan is het geen zuigzoen. Opgelost, gaan we deze kant op. Really? Ik ben vraag me af hoe die man eruit ziet die deze stem inspreekt. Iemand stuur me even een foto van deze man op Twitter. Ik krijg een retweet van me. Zo lief ben ik gewoon voor jullie. Nou, moeten we weer de... Wat is dat weer? De rode blauwe deur. Blauw toch? 3 keer blauw? Let me prove that I'm on your side. Ja, ik ga 3 keer blauw doen, ik weet het alweer. En dan moet ik ook mijn hele gaming experience raten. Oh, wat een moeite. Yeah, de video duurt fucking lang nu. Vet chill. Woo! Ik vond het wel heel tof met die blauwe deur. Oh, Stanley walked through the red door. Nou, hoppa. Ik vind het wel echt heel leuk met die rode deur. Ik wil heel graag weten wat hier is, opa. Oh, ik heb deze grapjes al een keer gemaakt. En dan ga ik gewoon doen en zeggen, oh ja, dat wil ik, opa. Oh ja. Oh, dan moet mijn game experience rated. Oh nee, dat was helemaal niks. Dat was waar ook. Helemaal niks, man. En waar is die deur daarvoor? Dan vraag ik me nog steeds af, tot vandaag de dag. Kom door dit spel. Ik heb het te lang gespeeld. Dan krijg ik koppijn, alles bloeden. Dan bloed je uit je oren. Geen grap. Ik ken mensen die zijn zo dood gegaan door deze game. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation. Bella blast. Don't give a fuck if I cut my bella blast bleeding. Work with me, you give me absolutely nothing so far. Ik ga niet in op deze dialoog, dat hebben we al een keer gehad, opa. Oh, we hebben soms ook dezelfde dialoog al 30 keer gehad en ik maak er nog steeds flauwe grap over. Yay! De oranje deur. We gaan ervoor, jongens. Yay, we willen ook nog een keer Minecraft spelen, dat begrijp ik. Ik ga nu een keer een 1 geven. Kijk wat verandert. 1. 1. Hier. Hij is een beetje gekwetst. That's not even helpful. What am I supposed to do with that? But I guess it isn't my place to judge. Here, based on the data from your previous playthrough, about the new version, and to be perfectly candid, I think I knocked it out of the park with this one. Ik ben zo benieuwd wat we nu voor moois gaan krijgen. Huh? Had ik de vorige keer ook met het scherm? The Stanley Parable Worldwide Leaderboard. Oké.
Oké, wat de fuck is dit? zou dit echt... Ik zie dit ook nog echt live gebeuren. Serieus. Skip de intro sequence, echt waar? Vooral die laatste. Dit is niet echt waar waarschijnlijk. Maar dit zou echt... Deze statistieken zouden echt kunnen kloppen, hoor. Compete against others to improve your Stanley. Ik vind het vooral mooi dat... Nee, het is niet echt, maar ik vind het wel heel cool. Stanley 472 is nou online. Dat is wel grappig, want mijn nummer is natuurlijk 472. Dit zou niet ook echt mijn gameplay tijd zijn. Dat zou niet goed zijn, hoop ik. Hij tikt wel, dus wie weet. A dead rat is offline. Ja, hij is dood. Dus dat is best logisch. Dus heb ik dat me de eerste keer niet opgevallen, joh. Best cool. Nou, we gaan lekker verder. Nu mogen we de dode baby doen, toch? De dode baby nog niet. Ja, echt wel. Oh, maar ik heb dat helemaal niet gezien de vorige keer natuurlijk, die competitive leaderboard. Druk, ja, 5. Nieuw spelletje, ja, Minecraft. Oh, toch niet, maar ik wil ook een spelletje trouwens. Op mijn bellenblaas. Op mijn motherfucking animals. Motherfucking bellenblaas. Nou jongens, zijn we klaar voor. The baby game 2.0. Ik ben helemaal klaar voor Oops. You fail. Ik ga rare dansjes doen om deze knop heen, hoor. Kijk, we gaan beginnen. Ik ben helemaal klaar voor de baby game. Ik ben mentaal helemaal open en dicht en gesloten en 360 draai. Ik moet je natuurlijk wel van die hond laten zien. Jullie willen weten hoe die hond eruit ziet. Dat is zeker al deze extra minuten gameplay waard. Al deze irritante zoomen waardoor je me amper verstaat. Batman. Oh nee, baby. Baby, 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 oh. Oh, baby, baby, baby. Oh, baby, 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 oh. Na 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 na. Toen ik al 16 was, had ik al heel veel haar. Het zat echt overal en ook op me. Deze is shout-out naar Thomas. Deze is voor jou. Ik ken Thomas nog redelijk persoonlijk, aangezien hij nog eens... Ik zat in de bio toen ik naar Q-Music ging. Toen was Thomas er ook gewoon. Dit was trouwens gewoon in beeld trouwens. Nevermind, dit zijn geen super bedrijfsgeheimen. Het was gewoon in beeld dat Thomas erbij. Ik dacht, nou, ik vertel je wat interessants. Thomas kent mij. We volgen elkaar op Twitter. We zijn erg hecht met elkaar, weet je. Thomas en ik. Je mag vast wel zo'n liedje zingen. Baby, nee! Baby, ja! Baby, misschien! Kut. Ik zie mezelf nog falen op zo'n manier ook al. Jammer dat je niet kan springen, anders ga ik echt trickshots doen. Baby, 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 food. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down. The flames went higher. And it burned, burned, burned. The ring of fire. Ik heb geen idee hoe lang het duurt voordat die puppy komt. Misschien ben ik hier veel te lang mee bezig. Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk duurt het nog een eeuwigheid voordat die puppy komt. Heb ik helemaal niet over nagedacht. De video van de baby eind duurde maar 4 minuten. Dus ik weet niet hoe erg ze geskipt hebben natuurlijk. Misschien was het al een uur. Ik ga niet... Het zou wel grappig zijn als ik dit hele video lang ging doen. Maar ja, zolang het commentaar vermakelijk blijft. Ik probeer wel mensen te slapen in het huis. En ik wil eigenlijk nog Dexter kijken. Sorry jongens, maar Dexter. Dexter. Hula, baby, ik red je. Baby. Wat kan er meer zingen over deze baby? Er was eens een knul met een hele kleine lul. Een baby, een baby. Er was eens een chick met een hele kleine pik. Een baby, een baby. De baby was niet duur en ging echt in het vuur. De baby, de baby. De baby was niet gek, maar zijn buik was gemaakt van spek. De baby, de baby. Ik weet niet hoe de baby heet, maar het heet de baby. De baby. De baby was dolletjes, maar het was eigenlijk gewoon een stuk karton op rolletjes. Op een metalen rails, dat is... Ik weet geen woord, het ruimt op rails. De baby. De baby. No, baby toch. Jongens, dit is een campagne voor vrij, zo en vrij. Vrij veilig. Want anders dan... Vrij gewoon veilig, anders dan krijg je zo'n baby, moet je de hele dag op de knop drukken. Ik denk dat het ook zo kut is om ouder te zijn. Dan moet je die keer midden in de nacht wakker worden om die knop te drukken en zo, anders gaat je baby dood. Ja,
Ik ga zo toch wel een keer stoppen, jongens. Ik weet niet hoe lang jullie denken dat ik dit volhouden, maar... Ik kan ook gewoon even opzoeken hoe lang het duurt voordat ik zeg maar het goede einde krijg. Het einde dat ik wil, in ieder geval het gewenste einde, maar... Ik word een beetje gek hier. Ik kan gewoon... Godver! Ah, nee! Ik censuur mezelf. Wat een kind is het ook. Wat een homo. Precies. Nou, ik kap ermee. Begin the game again. Sorry, baby. Twee middelvingers in de lucht voor jou. Twee likes op de video voor mij. Misschien. Anders niet, boeien. Maar ik sowieso gewoon bedankt voor het kijken van de serie. Ik heb het aan mijn zin gehad. Jij hopelijk ook als kijker. Kon ik hier mijn kleine piemel tikken op het beeldscherm. Rik, tik, tik. Ik heb gigantisch genoten van deze game. Zeker een geniale game. Ik ga binnenkort trouwens ook Half-Life 2 doen voor de mensen die nog steeds hardcore aan het kijken zijn. Aangezien het hierop gebaseerd is. En ik moet sowieso Portal 2 ook nog een keer doen op mijn kanaal. Ik denk dat ik Portal 1 ook gewoon doe op mijn kanaal. Weet je, hij staat op dus David Games, maar... Ik wil gewoon overzichtelijk op mijn kanaal al mijn series kunnen hebben staan. In principe kan ik nu dus David Games serie ook gewoon toevoegen aan mijn afspraak. Ik kijk nog wel. Kijk even Portal 1 van mij op dus David Games. Die serie zegt 1,5 jaar oud. Dat is David Games zegt 8k subs. Hoe hardcore is die? Noem me DDG fanboy. In ieder geval bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Vergeet niet te liken en te leuk tot de volgende aflevering. Doei! Eigenlijk geen volgende aflevering. Bedankt voor het kijken voor deze serie. Ik heb genoten. Hopelijk heb je ook genoten van mij. Als je nog niet helemaal gekeken, raad je aan met rekening van deze game. Misschien die ook al van je. Bedankt voor het kijken. Kies leuke en andere serie uit in de serie. Handig, alle series. En dan ja, klik gewoon een random game aan. Ik raad je Far Cry 3 aan, Lucius. Ik doe wat leuks, jongens. Kijk mijn video's. Ben je cool? Nee, eigenlijk niet. Oké, ik ben best wel een loser als je mijn video... Ik doe het alsnog maar gewoon even. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Ik heb het naar mijn zin gehad. Jij ook, een leuke reactie. Achter, of je naar je zin had. Bij de Stanley Parable. Ga je misschien nu kopen? Waarschijnlijk niet, want je weet dat het hele verloop van de game was dat helemaal nergens op. Maar alsnog, bedankt voor het kijken. Doei!